interrupt this program with a special report. Zo, Axians. Nu staan jullie. Ik ga jullie challengen om deze message in de markt te zetten. Snelheid, eenvoud, bescherming, zelflerend, veilig en dat er geen blokkades zijn. Jongens, dit is het platform van de toekomst. Laat me dat zien. It's gonna be great. It's gonna be huge. We're gonna love it. Ik ben benieuwd waar we nou weer zijn uitgekomen. Circuitpark Zandvoort. Het zal wel iets met snelheid te maken hebben, verwacht ik. Kan wel eens heel leuk worden. Ik ben benieuwd wat die Harold in petto heeft voor ons. Oh, daar is mijn volgende opdracht. Beste Erik, Cisco's nieuwe lijn intuïtieve netwerkswitches zijn niet alleen eenvoudig te beheren en veilig, ze zijn ook supersnel. Jouw opdracht, if you choose to accept it, is om onze racecoureur te overtuigen hoe snel deze switches wel niet zijn. Groeten Harold. Kijk, dit zijn nou opdrachten waar Harold mij een plezier mee doet. Hoe moeilijk kan het zijn? Een racecoureur uitleggen hoe snel deze switches. Oh, dit gaat misschien toch iets moeilijker worden dan ik bedacht had. Ik ben Erik, hoe heet jij? Dit is nou een Cisco Catalyst 9300. Met 640 gigabit aan switching performance, wire rate, non-blocking. Hoeveel horsepower heeft die van jou? Want dit is 400 miljoen pakketten per seconde. Wil je er ook een misschien? Catalyst 9300 van Cisco, 480 gigabit aan performance voor je stack, 24 poorten die je gig kunnen leveren of zelfs multigigabit support zoals bijvoorbeeld access points hebt, 400 miljoen pakketten per seconde, dat is gewoon echt heel veel, dat is gewoon best wel hele serieuze shit. Performance, uplinks waarbij je kan kiezen tussen 1, 10, 25 of 40 gigabit per seconde. Deze zijn dus net nieuw, hè, deze switches. Deze switches kan je dus met elkaar verbinden in een stack. Ongelooflijk lage latency die je op deze switch hebt. Axians weet natuurlijk alles vanaf. De G-krachten gaan omhoog. Holy moly. Die intelligentie is gewoon compleet line rate, zou ik maar zeggen. Het voordeel van deze switches is ook dat je zero touch provisioning hebt. Hè? Dus gewoon zonder te aanraken kan die gewoon automatische configuratie krijgen. En kan die gewoon precies zo de beveiliging regelen als jij graag zou willen. Dat is toch best wel bijzonder. 400 miljoen pakketten per seconde, 640 gigabit aan line rate, non-blocking performance, 480 gigabit aan stacking performance, 24 poorten naar 1 gig. En we komen hard. Zou je er ook een willen misschien voor thuis? Kom ik hem installeren bij je. Oh. Ja, even kijken. We smoked the Ferrari. We hebben zo uit mij gereden dat dit niet meer doet. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou ik misschien ook even mogen? Het is niet helemaal wat ik in gedachten had. Ach ja, dat zou mijn snelste rondje worden hier vandaag. 10 minuten? Geen idee.